Opvallende keuze? Of wat, hoe kijken jullie daarna? Ja, ik zeg altijd, je hebt een aantal dingen nodig als je een voetbalclub wil runnen. Dat is of visie, of middelen, of moed. Nou, hier dat getuigt in ieder geval van moed. Zowel van Roda, maar ook van Robby Savet. Die ik ken als supporter. Heel klein. Op het bijveld achter de Geuselt. Ja, hij heeft zelf al verteld, dat is een wereldreiziger. Hij heeft heel veel theoretische kennis. Hij heeft bij MV door de hele jeugdopleiding gelopen. Assistenttrainer geweest. Is met Van Marwijk mee geweest. Hij heeft in Japan carrière gemaakt nog als voetballer. Op een heel laag niveau. Hij wilde per se profvoetballer worden. Was hij net niet goed genoeg voor. Spreekt inderdaad, Maurice, alle talen. Behalve Kerkraad. Nu moet dat Kerkraad van dieren. Ja. Handig in de schroeploemel in de moel. Maar ik vraag me wel af. Het is altijd, hij heeft zichzelf niet aangesteld. Hoe kom je erbij om hem uit te zoeken? Dezelfde vraag kun je bij Ajax stellen. Hoe kom je bij die gast die daar nu zit? Hoe kom je erbij bij Groningen dat je geen TD aanstelt? Sam, wat kun jij daarover zeggen? Ja, hoe dat gegaan is? Ja, dat is natuurlijk altijd een soort proces wat ze dan doorgaan. Hè? Maar het is natuurlijk wel sowieso het geval dat Roda niet bijzonder te besteden heeft. Hè? Het is niet dat iedereen ook in de rij staat om bij Roda aan de slag te gaan. Dus dan moet je denk ik selectief zijn. En deze Robby Savet die staat er kennelijk bij heel veel clubs waar hij gewerkt heeft goed op. Hè? Je hoort vanuit de wereld zelf dat mensen positief zijn die met hem hebben samengewerkt in het verleden. Dat het iemand is inderdaad ook met een achtergrond in de bedrijfskunde bijvoorbeeld. En bij Roda waren ze vooral aan het zoeken naar iemand die ook een soort team kon completeren. Hè? Dus je moet je voorstellen, hij gaat dat niet allemaal alleen doen, het technische beleid. Maar dat gaan ze met z'n vieren proberen te doen. Dus de hoofdtrainer, algemeen directeur, de hoofdscout en dus ook dan een manager voetbalzaken. Dat is natuurlijk qua functie ook iets lager dan dat je technisch directeur bent. Namen? Seth Vergoosen, Twan van Meerlo? Seth Vergoosen is zeg maar adviseur, hè, van de Raad van Commissarissen van Roda. Dus hij gaat wel natuurlijk een soort sparringspartner zijn voor dat groepje. Maar Seth kent hem van vroeger natuurlijk. Ja, precies. Ja. Van Genk en ook van MBV. Klopt, en is ook in zijn traject om coach te worden. Ook coach van hem geweest inderdaad. Maar Seth Vergoosen is adviseur, maar de hoofdscout is Twan van Meerlo. Ja. Algemeen directeur is Jordens Peters natuurlijk. En de hoofdtrainer is nu Edwin de Graaf. Maar dat wordt ook meteen een van de opgaven voor Savet. Wie die hoofdtrainer komend seizoen gaat zijn, bijvoorbeeld. Ja. Nou, we hebben Savet ook uitgenodigd om te komen. Die is vandaag allerlei vergaderingen. En ook onder andere met de directeur van Roda. Die kon niet komen, hij is uiteraard wel welkom. Hij is een paar keer ook hier geweest. We hebben even onder elkaar gezet wat hij eigenlijk in zijn carrière, in zijn werkende leven allemaal al heeft gedaan. En zie je dat hij echt, dat gaat echt al jaren terug. In 2009 is hij eigenlijk met zijn avontuur begonnen. In Japan als Singapore assistenttrainer en trainer geweest. Singapore onder 19 getraind. En dan vervolgens met Bert van Marwijk in Australië tijdens het WK. Dus daar is hij ook ervaring op gedaan. Brunei geweest en de laatste jaren dus meer in de buurt gebleven bij MVV en tot slot bij KC Genk. Ja. Dus het is ook niet... Wie wordt nou hoofdverantwoordelijk voor het aanstellen? Dat blijft volgens mij Jordens Peters dan. Uiteindelijk is Jordens Peters degene die de handtekening zet, inderdaad. Ja. En gaan ze in dat viertal eigenlijk, maar dan natuurlijk vooral de tennis, manager voetbalzaken en de algemeen directeur gaan dan vooral sparren daarin. Nee, maar hij komt dus te werken, wat vind ik wel belangrijk, voor ook naar buiten toe. Hij komt dus te werken onder Jordens Peters. Het is niet zo dat hij naast Jordens Peters, dat hij technisch directeur wordt. Hij rapporteerde hem. Hij rapporteerde hem. En Jordens maar hoe moeten we het zien? Ik heb begrepen dat Jordens zich ook veel meer met het voetbalgedeelte gaat bemoeien. Ja, maar hoe moet het zien? Moet hij dan zorgen voor een soort van cohesie zorgen? Eigenlijk, ja, dat is ook iets wat hij zelf heel veel zegt. Verderop in dit interview bijvoorbeeld ook. Dat hij vooral een soort van verbinding wil gaan creëren ook met de jeugd. En je zegt het al, hè, die kent hij natuurlijk ook volop in de regio. Hè, bij Genk, waar hij in de jeugdopleiding hele goede dingen heeft gedaan de afgelopen jaren. Dus ja, dat wordt wel een beetje zijn rol, een beetje toch de verbinder tussen die verschillende geledingen. En hij zegt ook dat wordt mijn belangrijkste opdracht om weer een soort wij-gevoel bij Roda te gaan creëren. Nu vind ik dat zelf altijd een vrij abstract begrip. Hè? Wat is een wij-gevoel? Koepelmentaliteit. Ja, dat is een beetje een dooddoener natuurlijk geworden, hè? Koepelmentaliteit. Maar het is natuurlijk ook vooral zo, en dat is misschien wel het uitgangspunt van alles bij Roda. Het was natuurlijk toch wel een klein beetje een puinhoop, hè, sinds Jurgen Streppel vertrok. Want hij was en hoofdtrainer en technisch directeur tegelijkertijd. Zeggen dat Streppel een puin op achter heeft gelaten. Kun je ook zeggen, maar uiteindelijk was er dus hoe dan ook dat Max vaak. Ik ben het met jullie allebei niet eens. Het was geen puin op, het was op technisch gebied een puin op. Ja, en die heeft Streppel achtergelaten, terwijl die het als trainer wel
Zeer naar behoren. Maar heeft geen goede helft van helemaal niet. Ja. Dat ben ik helemaal met je maar linksom, linksom of rechtsom kom je als Roda zijn in een situatie uit wat je niet wil natuurlijk. Ja, maar het bizarre bij Roda is, die club gaat in alle geledingen zijn ze aan het groeien en gaat het goed. Alleen het belangrijkste, laat dat voetbal. Heel duidelijk zijn, ja, het voetbal, dat is dit seizoen, ja, laat me, is gewoon dramatisch. Maurice van de Spelen, nog een aspect. Hè? Ik vind niet dat je beleid moet maken op de reacties op Facebook. Maar we krijgen alle, als wij wat over Kerkrade zeggen of jij wat over Maastricht, dan krijg je altijd een paar sympathieke, vind ik ook prima hoor. Tegelijkertijd, je moet je wel beseffen, als hij nu volgend jaar 4 keer achter elkaar verliest, wat denk je dat er dan gebeurt? Maar verliest hij dan? Ja, hij stelt de selectie samen, daar zit hij voor. En Maastricht naar halen, het getuige van moed. Tegelijkertijd, weet je nog, Ron Elsen? Daar moeten wij toch overeen stappen, zeg. Bas, ja, dat weet ik. Maar Reginald gisteren bij ESPN liet ze me zien, maar Roda en MVV, zijn dat zulke vijanden? Ik zeg ja, maar hoe kan het dan dat er zoveel spelers zijn die voor beide clubs hebben gespeeld, zoveel trainers? Ja. Dat is in Engeland of bij Ajax en Feyenoord, is dat maakt veel minder. Het verschil, hè? Of Nicky Soeren nu bij Roda speelt of bij MVV. En ik heb zelf in 84 met 2 iconen gespeeld, Pierre Vermeulen en Dick Nannegaan. Ja. Toen hadden we geen social media. Tegelijkertijd loop je wel door de stad, of in Kerkrade, of in Maastricht. En het geeft wel enorme druk. Ik vind wel dat je van tevoren, daar zullen ze over nagedacht hebben, laten we daarvan uitgaan. Maar als je iemand, kijk, Arne Slot gaat ook niet naar Ajax. Dan kun je zeggen, nou, dat weet je niet. Nou, dat weten we wel. Ja. Ik bedoel, dan heb je geen leven meer. Bij hem zou hoofd- en jeugdopleidingen, denk ik, nog veel beter gepast hebben. En dan van daaruit die brug slaan naar, zeg maar, het eerste elftal. Nu word je toch semi-verantwoordelijk voor het eerste elftal. En krijg je ook al die druk. Ze hebben de laatste keer een foto gepost. Hebben ze het MVV-logo even snel weggepoetst. En als je dan die reacties ziet, pas op. De Maastrichtenaar zal een worst zijn dat hij daar rondloopt. Maar van Kerkrade uit. Je hebt ook zoiets als cultuur. Ron Elsen, wil ik nog iets over zeggen. 4, 5, 6 jaar geleden, whatever. Contract lag klaar, technisch directeur. Heeft hij het uiteindelijk niet gedaan. Om reden van, ik ben te veel Maastrichtenaar om in Kerkrade te gaan werken. Ja, maar ik vind dat inderdaad te weinig meegewogen is in deze beslissing. Vooral voor hem, hoor. Ja. Die druk gaat ontstaan. Ja, die is er al. Super slimme jongen. Ja. Of die ook hard genoeg is om op die positie de druk straks te weerstaan, dat moet hij gaan waarmaken. En ik ga ervan uit dat Jordan Peters ook als een blok voor hem gaat staan, of naast hem gaat staan, of achter hem gaat staan. Want alleen kun je hem niet zeg maar dadelijk in het rampenlicht zetten, zoals de Duitser zegt, en hem dadelijk ook de schuld geven. Wel als het goed gaat, dan mag je hem wel de lof geven, maar je kunt hem dadelijk niet laten zwemmen als het een keer tegen zit.